Het is natuurlijk verschrikkelijk als je ziet wat sommige boeven uit de bouw hardwerkende mensen aandoen. En ik kan me voorstellen dat u denkt, mij zou dit nooit overkomen. Maar ik kan u verzekeren dat dat nou precies de gedachte was van de mensen die het uiteindelijk wel is overkomen. En om u nou een beetje wegwijs te maken in de jungle van de bouw, hebben we dit geweldige klushuis volgehangen met verborgen camera's. Elke week nodigen we verschillende klussers uit om een offerte op te maken en om ons te adviseren bij deze ingrijpende verbouwing. En zoals u ziet moet er in het klushuis nog flink wat gebeuren. De wanden moeten gestuukt worden, de elektriciteit moet vernieuwd worden, de kozijnen aangepakt. John Kersenmakers kijkt met ons mee. Hey John. Hey. Hij is de bouwkundig specialist van vereniging Eigen Huis en kan als geen ander beoordelen of we met eerlijke vakmensen te maken hebben of met boeven. Vandaag komen er 10 stucadoors langs om een offerte te maken en goed advies te geven. John laat ons in dit huis een aantal specifieke problemen zien waar een goede stucador ons op moet wijzen. Zo zit er een grote scheur in de muur, precies op de rand met een aanbouw die verzakt is. Dus als je hier overheen gaat stucadoren, nou ja, ik denk dat het even een paar maanden duurt en dan komt je scheur gewoon vrolijk weer terug. Maar stel een stucador zegt, dit is helemaal geen probleem, joh. Ik heb een hele mooi vulletje hiervoor en dan zie je er helemaal niks meer van. Ja, als ik stucador zou zijn, zou ik ervan zeggen van, nou, ik kan hem repareren, maar ik geef er geen garantie op dat die schuur niet terugkomt. Een stucador moet ons er dus op wijzen dat de kans heel groot is dat de scheur terugkomt als je daar overheen stuukt. En dat er dus eerst een specialist naar moet kijken die zorgt dat de aanbouw niet verder verzakt. Thijs en John trekken zich terug in de garage. Ik ben benieuwd wat voor mensen we krijgen. Ik ook. Via een monitor kunnen ze stiekem volgen wat de stucadoors ons allemaal proberen wijs te maken. Nou, laat ze maar komen, hè? Laat ze maar komen. Hey, goeiedag. Ja. Hey, goeiedag. We laten 10 stucadoors langskomen die gereageerd hebben op onze advertenties op Marktplaats en Werkspot. We zijn benieuwd of ze verstand van zaken hebben of ons proberen een oor aan te naaien. Thijs en John kijken mee via de verborgen camera's. We hebben hier zo'n scheur, hè, in de muur. Met smeren haal ik hem sowieso weg natuurlijk. Maar hij gaat wel terugkomen. Dat is een scheur die zit echt in de bouwmuur. Goed ingeschat dat het een constructieve scheur is. Dus eerst maar dan die uitbouw doen voordat je dit gaat repareren. Ja, dat geeft in ieder geval geen garantie. Ja. Het lijkt wel of hij gewoon dit gedaan heeft, die uitbouw. Dus ja, de kans dat hij weer gaat scheuren is wel aanwezig. Dat zeg ik er wel gelijk bij. Deze 2 stucadoors lijken precies te weten waar ze het over hebben en komen met het juiste advies. Maar andere stucadoors snappen er niks van of proberen ons gewoon in de maling te nemen. En die scheur, daar kunt u overheen stukken? Ja, dat haal ik eruit. Daar zet ik een weefsel in. Want dat is nu al lang uitgewerkt. Hij doet een aanname dat die uitbouw stabiel is. Hij zegt het gewoon. Dan kan ik dat gewoon aanstukken met een neus. Ik weet niet waar je over praat. Dus wel opletten dit. Dit is opletten. Dit is opletten, ja. Die scheuren hier, hè, die hier in de muur zitten. Ja. Kun je er gewoon overheen stukken? Dit er eruit. Dan gaat er gewoon een glaas overheen. Dus gewoon stukken erover? Gewoon eroverheen stukken, ja. Gewoon eroverheen stukken? Ja. Nou, geen goed advies, hè. Want als hij door blijft zakken, dan... Maar hij zegt helemaal niks over, ik moet hier een specialist naar laten kijken. Ja, hij moet heel duidelijk erbij zeggen, ik wil het wel doen. Maar daar geef ik geen garantie. Maar dat heb ik niet horen zeggen. Nee. Goed openhakken. Sowieso. Dan wokkels in de muurvrees. Hoe heet dat? Wokkels. Wokkels in de muur. Weet je die chips, wokkels? Ja. Die wokkel die verbindt die muur en die muur. Ja, ik ken de wokkels wel voor buitenmetselwerk, maar niet om een hele uitbouw aan vast te hangen. Dus ja, wat voor advies is dit? Een waardeloos advies, je hebt er niks aan. Wokkels in je muur en de scheur is weg. De scheur komt niet meer terug. Van de 10 stucadoors zijn er 4 die de boel belazeren of ronduit slecht advies geven. Benieuwd hoe groot de verschillen in prijs zijn. Wat gaat het kosten als we alles laten stuken? Wat is een beetje een normale vierkante meterprijs? Nou, als je praat over stukwerk, is het zo rond de 30 euro per vierkante meter. Dat is een gemiddelde prijs in Nederland. Het gaat om zo'n 300 vierkante meter. En goedkoop kan echt duurkoop zijn. We schrikken van de enorme prijsverschillen. Als je maar 14 euro aanhoudt, wat heel krap is, dan zit ik op 4900 euro. 14 euro? Dat is erg laag, hè? Raar gevoel hierbij. Ja. Dus als je met die plafonds mee op 20 houdt, dat is 5000, dan haal je er 54 af, hè.
Dan zit ik even te plooien. Even kijken. Nou snap ik het niet meer. Nee. Dat weet ik niet. Nee, je ziet, het gaat gewoon uit het hoofd. Zelfs zonder rekenmachine. Er staat gewoon helemaal niks op papier. Je weet even niet wat je krijgt. Ja, ik reken 35, 40 euro de vierkante meter. Dus dat doet maal die 300. Dan je gelijk aan de 10.000. Dat is een hoop. Vind ik ook een hoop. Ja, nou, dat gaan we niet doen. Ah, toe voor de helft. Ja, zoiets gaat het opkomen, ja. Nou ja, stel dat je de vraag niet had gesteld, dan had je dubbel betaald. Dan komt het een beetje op neer, toch? Wat is het voor jungle, John? Ja. Voor zo'n woning ben je ongeveer tussen de 2.500 en de 3.000 euro als het weer kwijt. Inclusief materiaal. Per vierkante meter is dat? Per vierkante meter 7,50 euro ongeveer. 7,50 euro. 7,50 euro? 7,50 euro. Maar je hoort ook wel eens van mensen die dan zeggen van ja, die hebben het laten stukken voor 7, 8 euro per vierkante meter. Dan wens je heel veel succes. Ik vrees dat als zij het pad af zijn, dat zij jouw nummer er al in hebben staan en die pakken ze niet meer op. Dat ze de gasten zijn het. Word je er boos van? Ja, want ja, ook de vraag natuurlijk van waar is die man over een half jaar tot een jaar? Als het nu weer echt ervan afvalt, dan ben je als consument wel aardig te diepen. Oké, okay. Hey, bedankt voor de komst. Ja, geen probleem. Jo, hoi hoi. Ja, hoeveel oplichters hebben we gehad? Ja, dat weet ik niet. Maar, ja. Zitten ze ertussen, denk je? Ja, er zit wel een aantal tussen, denk ik, die je niet meer terugziet als het fout is. Kies bij het stukken dus niet automatisch voor de laagste prijs. Laat je goed informeren en kijk ook op onze site, want daar staan heel veel handige tips in die je zomaar eens heel veel geld, maar vooral ook heel veel ellende kunnen besparen.